In het hele land zien we een nieuwe dynamiek ontstaan. Het is stil op straat, op de schoolpleinen, bij de kinderopvang en in de verzorgingshuizen. Thuis, bij mensen, op het internet en aan de telefoon blijft het druk. Ook de inwoners van Twenterand weten elkaar op nieuwe manieren te vinden. De kernwethouders laten u voorbeelden zien, waarbij het nadeel in dit coronatijdperk wordt omgebogen naar een voordeel. Samen zijn we sterk. Een heel leeg schoolplein. Geen kinderen, geen leerkrachten. Maar 11 mei mogen de scholen weer open. En ik weet zeker dat de kinderen hartstikke blij zijn dat ze weer naar school mogen. Dat de leerkrachten heel erg blij zijn dat ze de kinderen weer mogen ontvangen. En ik neem dan ook diep mijn petje af voor al die leerkrachten die straks mogen zien hoe ze die anderhalve meter samenleving op school gaan vormgeven. En ook voor al die ouders die tot nu toe de kinderen thuisonderwijs hebben gegeven, die dat allemaal tussen het werk door moesten doen. Hartstikke goed. Top gedaan. We leven in een bijzondere en ook moeilijke tijd met elkaar, de coronacrisis. Het virus wat keihard toeslaat in onze samenleving. Er zijn sectoren die hebben het hartstikke zwaar en die kunnen niet open. Bijvoorbeeld recreatietoerisme, de horeca, contactberoepen zoals kappers. En dat zien we in onze samenleving in Twenterand. Er zijn ook sectoren die weer profiteren van deze tijd. Nederland is massaal aan de klussen gegaan. En dat zien we hier bij Boel Bouwmaterialen. Maar ook op een bijzondere manier moeten ze daarmee omgaan. Bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen, hoe moeilijk dat ook is. Samen staan we sterk, wij als inwoners en ondernemers uit Twenterand. Ik wens de mensen die het zwaar hebben heel veel sterkte. En de ondernemers die toch nog hun bedrijf kunnen door laten lopen op dit moment, heel veel succes in deze bijzondere en ook moeilijke tijd. We staan hier bij de bezoekersunit van de Friesenhof in Friezenveen, geplaatst door de firma Bramer. En hierdoor kunnen de bewoners hun dierbaren weer ontmoeten. Weliswaar met glas ertussen, maar ze kunnen elkaar weer zien en ze kunnen elkaar weer horen. Een prachtig gebaar van de firma Bramer uit Friezenveen, waardoor ouderen deze moeilijke periode door kunnen komen. Samen staan we sterk. Ontzettend veel Twenterandse ondernemers denken in kansen, niet in problemen. Juist in deze tijd. En dit is er zo in. Dennis van DNS Fashion in Vroomshoop. Kleren nodig? Bel Dennis. Hij komt ze zelfs bij je bezorgen. Samen staan we sterk.